spirit of giving, I let fire fly. I asked who wanted barbecue. I got no reply. The strength of 10 men. I brought serious pain. Come meet your mate. Frank West is my name. Onze Tom heeft het maar druk, want naast Owlboy is hij ook bezig geweest met Dead Rising 4. De nieuwe zombie game van Capcom. Ja, in samenwerking met Microsoft, dus het is op Windows 10 en op Xbox, dus ik zou sowieso een fan moeten zijn. Maar geen Play Anywhere. Nee, dat is ook weer echt zo'n ding. Het is niet dat van, ik koop het een, krijg het ander. En het is ook nog eens een keer een timed exclusive, dus hij zou zomaar ook nog eens een keer naar PlayStation 4 en whatever kunnen komen. Dus een 4. Dankjewel, Tom. ja. Nee. Er zit, het is een lange reeks, de vierde alweer. Wil je wat uitbreiden over het verhaal? Ja, het is wederom, we keren terug naar Frank West in Willamette. Dus dat is de originele protagonist van het eerste deel. In de plek van het eerste deel, waar de zombie-uitbraak allemaal begon. Dus het Willamette in Colorado, super knullig stadje. Dus je hebt ook niet alleen het winkelcentrum. Dus het winkelcentrum is eigenlijk best wel een klein gedeelte. Je hebt eromheen heb je nog allerlei andere toffe dingen. En daar gaat weer een zombie-uitbraak los. En dat is zoals altijd, een beetje over de jaren heen, is Dead Rising van een simpele zombie-survival game gegaan naar een soort van wazige zombie-survival simulator. Waarbij je eigenlijk zoiets hebt van, dit wapen combineer ik met dat wapen. En dan wordt het een nieuw wapen. En daarmee kan ik duizenden zombies bevriezen, verbranden, opblazen, in tweeën snijden, electrocuteren, you name it. Dus het draait eigenlijk allemaal om van A naar B komen en je ding doen. En daarbij zoveel mogelijk zombies op zo creatief mogelijke wijze te pletter werken. Dat is wel een beetje wat de serie tekent. Ja. Wat de serie ook altijd heeft getekend en ditmaal voor het eerst niet, is de tijdslimiet waarin je dingen moet doen. In Dead Rising 3 had je ook al iets minder een tijdslimiet. Maar had je het is een week nu en geen uur. Nee, ja, precies. En nu laten ze eigenlijk alles los. Wat Dead Rising 1 natuurlijk zo tof maakte, was dat Frank West een horloge had. En dat je in dat winkelcentrum moest je zelf bedenken van, ik moet dan en dan daar zijn, want er is dan een psychopaat. Of er is dan en dan een deadline die ik moet halen. Of ik kan die en die redden tot dat uur. En anders dan ben ik de lul, weet je wel. Dat hebben ze nu compleet over de boeg gegooid. Dat is helemaal weg nou. En je hebt eigenlijk, het spel verdeelt zich onder in een aantal cases in het verhaal. Mm-hmm. Maar daarin heb je niet dat je op de tijd moet letten. Of dat de tijd voorbij kan gaan zonder dat jij ermee bezig bent. Of dat je bijvoorbeeld missies kan falen omdat je er niet op tijd bij was. Op zich leuk voor de free roam completionist speler. Die zoiets heeft van, ik wil overal naartoe. Ik wil alles ontdekken in één playthrough. Dat kan. Maar ik vond het persoonlijk heel jammer, omdat juist dat tijdsdrukgevoel was wat Dead Rising 1 super moeilijk maakte. Dat je echt zo zat van, als ik nu naar het toilet wil om te saven, dan mis ik mijn deadline met een psychopaat. Shit, weet je wel. En nu is het gewoon auto-checkpoints, geen tijd meer. Psychopaten kun je altijd eigenlijk overal wel een beetje vinden. En het is ook een heel stuk simpeler geworden. Dus niet alleen die tijdsdruk is weg, ook dat hele slepende, die gameplay van weleer is ook gewoon kapot. Ja, want als we dan eventjes de vorige twee onderwerpen combineren, hè? De tijd en het verhaal. Ja. Maar wat ik heel veel heb gehoord is dat het wat verwesterd is over de jaren. Ja, enorm. Het originele Dead Rising had nog best wel een soort van Japanse, Oosterse invloeden. Dat was echt nog Capcom van weleer. Nu is het wel echt een heel stuk westerser geworden. Dus dat zie je ook terug in Frank. Frank was natuurlijk een best wel ingetogen kerel die een paar gekke uitspattingen had. Het spel had ook een aantal gekke uitspattingen. Maar de game was vrij rustig en relatief normaal voor zover een zombie survival game normaal kan zijn. Maar over de jaren heen is Dead Rising steeds uitbundiger gegaan. Dus het is steeds meer schreeuwerig geworden. Steeds gekkere wapens. En ook die gekkere wapens ook meer op de voorgrond zetten. In plaats van dan moet je eerst 5 keer de game voor uitspelen en dan pas krijg je de Mega Man Blaster. Nee, het is nu echt, je zit 30 seconden in het spel en je krijgt al een of ander zwaard wat mensen doet bevriezen. Dus het is okay. Alles is heel erg veel westerser geworden en ergens doet dat een beetje pijn, want het is ook ontzettend makkelijk, het spel. Ja. Het is gewoon op X rammen, mensen. Ja, als je zombies kapot wil halen, blijf gewoon op X rammen. Lekker makkelijk. En de AI van niet-zombies is ook super. Die is misschien nog wel dommer dan de zombie zelf. Die schieten ook in het rond dat je denkt van, het is super easy.
Dus meer een leuk tussendoortje eigenlijk. Ja. En je had het straks ook al heel even over de graphics. Dat was voor jou een tegenvaller, zei je. Ja, want de game draait duidelijk op dezelfde engine als Dead Rising 3. Dus is op zich wel te doen, maar niet heel erg mooi of zo. Het draait ook meer omdat er heel veel zombies op je beeldscherm zitten. Dat is nog steeds en alles draait daarin ook aardig vloeiend. Maar het is de game is in ieder geval op Xbox One dan ontzettend rijk aan bugs. Echt dat je een zombie oppakt die er al niet meer is. Of dat je een finishing move doet op een zombie die al gehalveerd is, maar die zweeft dan in de lucht zodat die finishing move animatie goed te zien is. Ja. Dat soort dingen. Hij crasht nog wel eens. Dat had ik op de E3 hands-on sessie ook al 3 keer gehad. Dat was een half uurtje aan het spelen op die Xbox One. Die crashte gewoon 3 keer. Nou in de uiteindelijke game wederom gecrashed. En dat terwijl de game er niet enorm mooi uitziet. En ook best wel onbeholpen is in de HUD af en toe. Weet je, de camerabesturing. Als er een heleboel dingen bij elkaar liggen, dan is het moeilijk om precies dat ene eruit te pakken wat je wil. Al helemaal als je ondertussen ook nog wordt aangevallen door 10 zombies. Dus af en toe voelt de game een beetje onbeholpen aan. En combineer dat met het feit dat het nu een open wereld is. Die open wereld kent veel meer, zeg maar, dode plekken. Heb je dat wel eens in een open wereld dat je dan... Ja, Mafia 3. Ja, zit vol met dode plekken. Ja, dan af en toe dat je denkt van, oké, dus een designer heeft dit gemaakt. Maar er valt niks te beleven. Het ziet er niet mooi uit. Die had straf, zeg maar. Ja, precies. Het is een beetje... Af en toe dan heb je van die plekjes dat je denkt van, ja, leuk open wereld. Maar weet je wel, dat oude Willamette van deel 1, dat was elk stukje winkelcentrum... was iets en dat was een avontuur om te beleven of een psychopaat om te verslaan. En nu heb je heel veel van die loze plekken dat je denkt van... Waar je kan... zeg maar, het is er omdat het er moet zijn. Om, ja, om, precies, om, want, dan, want dan is het open wereld en als het open wereld is dan kun je weer alle collectionist, completionist gasten natuurlijk pleasen. En dat doet het spel wel. Dat moet... okay. Het klinkt heel negatief, maar het is nog steeds heel leuk als je gewoon gekke, wazige shit wil beleven en misschien een wereld die je een beetje kan ontdekken, wil ontdekken. Ja. Dat is ideaal, want ik wou inderdaad net vragen van, je bent heel negatief, zijn er ook positieve dingen aan? Ja. En je noemt ze gewoon zelf op. Dat is wel het ding. Waar ik mee wil lieven is eigenlijk... Ik wou serieus vragen, heb je nog een final thought? En dan zeg je gewoon weer waar ik mee wil lieven, nou top. Ik neem het gewoon helemaal over, man. Ja, inderdaad. Nee, ik zit erbij voor de sier. Sowieso, ga ook de volledige review lezen, want daar ben ik heel uitgebreid over hoe erg het clasht met het gevoel van weleer. Dead Rising 4 is absoluut niet de game voor de mensen die Dead Rising van weleer tof vonden. Dus dat wil zeggen, slepende gameplay, super moeilijk. Moet je meerdere malen uitspelen om het een beetje door te krijgen. Dead Rising 4 is juist een soort van aaneenschakeling van gekke momenten die je kan beleven met zombies en met de wapens. Gewoon het feit dat je gewoon een aantal wapens kunt combineren, heb je net gevonden. Daarmee ga je een tijdje tekeer, weet je, dingen exploderen. Daar kun je dan weer fotootjes van maken. Het is een en al gekkigheid. En voor mij voelde dat een beetje als een soort heel erg goede YouTube of stream-proof game. Omdat het gewoon continu wazigheid in je gezicht is. Fucked up, wazigheid. Wow, daar kun je heel schreeuwerige YouTube-commentaries van maken. Maar het is niet meer die hardcore game. Waar ik zeg maar mee ben opgegroeid en wat ik een fantastische zombie survival game vond. Dus dat is een beetje... Het is net die afweging. Het is hit or miss. Heb je zin in veel gekkigheid, Dead Rising 4? Heb je zin in een moeilijke game? Niet Dead Rising 4. Zonde. Mag ik wel de afsluiting doen? Natuurlijk, doe je ding. Ik mag nog wat zeggen. Yay. Nou, in ieder geval top dat je hebt gekeken. Tom, bedankt voor je uitgebreide uitleg. Alsjeblieft, Lennart. Inderdaad, zoals je net al zei, lees ik de geschreven review op Gamersnet. Daar gaat Tom wat dieper in op alle content. En aangezien de game een kerstjasje heeft, alvast vrolijk kerstfeest allemaal. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Nee, ik bedoelde ho, 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 stop maar.